Ik ben Jelis Matser. Ik bouw archeologische reconstructiemodellen voor verschillende musea. En ik ben nu bezig met het bouwen voor 4 archeologische schaalmodellen. Bestemd voor het Nieuwdebouw Archeologische Depot in Castricum. Waar ook een bezoekerscentrum bij komt. Waar dan deze modellen zullen worden getoond in hun samenhang met de geschiedenis. Achter mij staat het zogenaamde Huis van Hilde. Dat is een huis uit de 3e, 4e eeuw. De schaal is 1 op 16. Dit is Castricum Oosterbuurt. Een hele grote boerderij die wel meer dan 30 meter lang is daar opgegraven. Ik ga uit van de archeologische grondsporen zoals die ook dus heel nauwkeurig door de archeologen in tekening worden gebracht. Deze bronstijdboerderij uit de midden-bronstijd, dus zo'n 1000 jaar voor Christus te dateren, is zoals de meeste of bijna alle bronstijdboerderijen drieschepig. Dat wil zeggen, er is een middenvak en 2 zijvakken aan de wanden. Bestaande dus uit zogenaamde gebinten, waarvan de paalgaten met soms de houtresten er nog in teruggevonden zijn. Dus op regelmatige afstanden van elkaar zijn dus de staande palen. Die hebben ook weer onderling een afstand die steeds gelijk is, zodat er dus een middengang ontstaat en 2 zijgangen. Ik kom uit een beeldend vak. Ik ben opgeleid aan de Rietveld Academie, dus het beeldende werk is altijd al mijn grote passie geweest. Ik schilder ook, ik ben ook beeldend kunstenaar eigenlijk van oorsprong. Ik ben lid van de AWN, van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland. Ik ben actief lid van deze afdeling Zaanstreek. Nou, dat alles bij elkaar dus, ik vind het altijd, wat ik het mooiste ervan vind is het begrip hoofd en hand. Dus dat je kennis hebt en dat je die kennis dus in 3 dimensies met je handen kunt omzetten in een object.